Je voelt dat hij vecht van binnen, dat hij wil praten. Maar lukt het niet. Maar dat komt nog. Maar hij is echt vechter. Nieuws. We zijn in Amsterdam, we zijn in Geuzeveld en we zijn hier voor de officiële opening van het Abdelhak Nouriplein. De Ajax-voetballer die een aantal jaar geleden in coma is geraakt. Hoe mooi is deze dag? Natuurlijk heel mooi. Ik bedoel, we zijn er bijna al vijf jaar verder bijna. En dan dat er nog zulke initiatieven worden gedaan voor mijn broertje, voor de familie, is natuurlijk helemaal mooi. Die opening van dat veld, die betekent heel veel. Met Appie, hoe hij heeft hier gegroeid naast de school waar hij heeft geleerd. Het is ook wel een beetje een dubbele dag, denk ik. Zeker. Je had natuurlijk het liefst ook gewild dat hij erbij was. Dat hij zelf de officiële opening had kunnen doen en dat het allemaal goed met hem ging. Maar het is niet anders, het is wat het is. Maar wat jij zegt, mixed feelings. En dan een oer-Feyenoorder die hier toch wel onthaald wordt eigenlijk. Hoe is dat? Nou, daar zit ik niet op te wachten. Zo is het niet. Nee. Maar het is niet zo dat ik hier ben. Ik ken de familie al heel lang, dus... Ja. Ik kom daar regelmatig eten en zo en drinken. En, oh ja? Het zijn geweldige mensen. Nouri! Heb je Appie hier wel eens zien spelen? Ja. Hoe goed was die? Heel goed. Is er nou iemand die er rondloopt nu in het voetbal die op hem lijkt? Ja. Jij bent de expert hier. Ik. Jijzelf? Ja. En waar speel je dan? Ik speel bij Ajax. Oh ja? Ja. Ik geloof er geen reet van. Wat voor voetballer was het eigenlijk? Hij was gewoon hartstikke goed om te zien. Maar buiten dat was het gewoon een geweldig ventje. Hoe goed had Appie Nouri kunnen worden, denkt u? Of is dat een moeilijke vraag? Nee hoor, heel makkelijk. Een hele goeie. Mm-hmm. Ja, ik denk dat Aris niet zijn eindstation was, denk ik. Vergelijkbaar met? Noem eens iets. Nou, ik schat hem toch, wat er nu bij Barcelona speelt, of bij enige grote ploegen. Ik denk dat de toppers die er spelen, dat hij ook een topper zou zijn geweest in een van die elftallen. Ziet u dat ook zo? Ik ben wel eens pissig als die gasten die op de televisie waren zeiden van hij is te klein. Ja. Nou, dan gaan we allemaal die kleine spelers tellen. Messi, niet naar Messi, maar allemaal die lengte. Iniesta, Xavi. Ja, dit waren wel. En je hebt nog een heleboel van dat soort spelers. Dus je hoeft niet per se groot te zijn om een hele goede speler te worden. Hoe gaat het met hem op dit moment? Is daar wat over te zeggen? Stabiel, deze tijd, gelukkig. En toen hij is naar huis gebracht, hij is veel beter geworden. Ja. Als gezondheid, maar nu gelukkig is hij een beetje stabiel. En hij vecht met dat ziekte. Ja. Heeft u contact met hem, denkt u? Ja, we hebben altijd contact. We hebben altijd contact met hem, hoe hij reageert. Maar gewoon met zijn ogen. Je voelt dat hij vecht van binnen, dat hij wil praten. Maar lukt het niet. Maar dat komt nog. Maar hij is echt vechter. Als bij voetbal, wedstrijd en ook als bij ziekte. Je voelt dat hij vecht van binnen. Hij wil gewoon de rouw van dat wat hij heeft. Kijken jullie ook voetbal, ook Ajax met hem? Tuurlijk. We zijn nog steeds gewoon Ajax-fans. Hoe gaat dat? Meestal als het... Hij heeft wel zijn vaste programma. En als het zo uitkomt dat als we samen met hem in de woonkamer zitten... Ajax speelt of Nederlands elftal speelt of wat dan ook... dan kijken we gewoon samen met hem voetbal. Ja. Dan zit hij gewoon in zijn rooster naast ons in de woonkamer... en dan kijken we samen voetbal. Het grootste herinnering is dat wij dus na elke training... dat wij 1-1 speelden. Ik liet hem niet naar huis gaan, ik liet hem niet naar binnen gaan. Jij blijft, wij gaan samen 1-1 spelen. Oké. En? Ik heb de meeste gewonnen. Toch wel? Natuurlijk, ik ben de trainer.